Nou, we hebben momenteel twee banen in gebruik. Dit is de hoofdbaan, waar dus ook verlichting op zit en instrumenten om automatisch te kunnen landen bij slecht zicht. En dit is de zogenaamde korte baan. Die wordt dus buiten gebruik genomen als start- en landingsbaan. En die wordt ingericht als een taxibaan. We willen een half uurtje eerder open. Als het aan ons ligt, gaan we om 6 uur open in plaats van om 6:30. Niet om dan heel veel vluchten te accommoderen. Maar als we die ambitie om in de toekomst hubvluchten, meer hubvluchten te krijgen, waarmaken, kan het best zo zijn dat we een paar vluchten 's ochtends om 6 uur al willen zouden laten vertrekken. Om deze veranderingen door te voeren is er door het vliegveld een aanpassing van het zogenoemde luchthavenbesluit aangevraagd. Je ziet dat in de luchthavenbesluiten die nu al genomen zijn in de afgelopen jaren heel veel vereenvoudigd wordt, ook heel veel gelijk getrokken wordt. En wij vragen om dat nu voor Groningen Airport Eelde ook te doen. Een baan minder dus en een half uurtje eerder open. Er is nog een wens. Wat we graag willen is dat er voor een aantal bijzondere evenementen, en dat is maximaal 10 keer per jaar, dat er een uitzonderingsregel komt waarin vliegtuigen nog tot 12 uur weg mogen. En dan denk dan aan voetbalvluchten, buitenlandse clubs die onze voetbalverenigingen FC Groningen of FC Heerenveen bezoeken. En dan na de wedstrijd met hun spelers toch nog kunnen vertrekken. In een heel aantal keren in het verleden is het gebeurd dat die clubs hier wel willen komen. Maar het lukt niet, want na de wedstrijd is er niet meer voldoende tijd om nog om te kleden en het vliegtuig te pakken. Tot slot moet er nog één ding veranderen. En dat heeft alles te maken met de traumahelikopter die bij het vliegveld is gestationeerd. Nu vliegt hij nog zeg maar op ons geluid van de luchthaven. Nou, dat kan nu, dat is ook helemaal geen enkel probleem. Alleen ondertussen heeft de wet ook de mogelijkheid geboden om voor dit soort vluchten, en dan praat je over vluchten van maatschappelijk belang, dat zijn de traumaheli, de politieheli, maar ook de donorvluchten, dat je daar een aparte geluidscontour voor mag hebben. Die vragen wij ook aan in het nieuwe luchthavenbesluit. En dat betekent dat voor dat soort vluchten een apart geluidsruimte komt. Die worden ook alleen in die geluidsruimte gemeten. En dat is iets waar de exploitant niet aan kan komen. Maar dat betekent ook dat wij onze eigen geluidscontour hebben en dat we geen rekening hoeven te houden met die andere vluchten. Tot 5 oktober kan er bezwaar worden gemaakt. Het vliegveld houdt op 18 september een informatieavond voor omwonenden.